25 jaar geleden werd motorsportcircuit Nieuw-Zevenbergen uitgebreid met een kartbaan. Om dat te vieren wordt in het weekend van 6 en 7 juli een 24-uurs race gehouden. En wel met geluidsarme karts. Meteen een goede test voor het circuit, dat de laatste jaren volop bezig is met het terugdringen van de geluidsoverlast. Om vooral ook te laten zien van wat voor geluid produceren we dan buiten de reguliere trainingsuren met de normale machines. Daarnaast willen we een geluidsmeting willen we al langere tijd gaan doen van wat is nou de geluidsproductie van het circuit zonder de snelweg. Want we liggen hier in de kruising van twee snelwegen, de voormalige provinciale weg. Daar zou je in de nachtelijke uren, dan is er heel weinig verkeer, met name vrachtverkeer op de snelwegen. Dan kun je echt gaan meten hoeveel geluid komt er nou werkelijk van ons circuit af. Om de geluidsoverlast nog beter in beeld te brengen, komt er een speciale website. Omwonenden kunnen daar precies aangeven wat zij merken van de race- en trainingsactiviteiten van de karts en de motoren. Verdeeld in een aantal categorieën, lawaai, stof, stank, noem het maar op, kunnen mensen een cijfer geven voor wat ze ervaren. Dat koppelt hij automatisch aan een kaartje met de plek waar die mensen die melding. Dus het is ook voor de recreanten in Herperduin of in de bosgebieden kunnen ook gebruik daarvan maken door een mobiel website gedeelte. Vervolgens koppelt hij hem aan de windsnelheid en de windrichting. En die klachten worden verzameld en dan kun je inderdaad eruit halen van God, van welke kant opleveren wij het meeste overlast en bij welke weersomstandigheden is daar en waar kunnen we dus maatregelen nemen om het te verbeteren. Een prima idee vinden ook de twee grote motorsportbonden. Zij gaan de website overnemen en aanbieden aan alle clubs en circuits. Nieuw-Zevenbergen wil dus zo goed mogelijk uitzoeken hoe het nu precies zit met overlast. Ook omdat het nogal gevolgen kan hebben voor de toekomst van het circuit. De gemeente Os heeft een aantal voorwaarden opgelegd waaronder het circuit na 2018 verder mag blijven bestaan. Daar zijn we op dit moment een beetje in de afrondende fase bij de gemeente. Een van die voorwaarden is inderdaad dat wij gewoon echt richting onze omgeving wel heel veel winst te halen hebben. In eerste instantie was het vooral omdat het gewoon moet. De eisen worden steeds strenger. Inmiddels is het ook echt iets waar we gewoon zelf ook inzien. Waar de sport zelf ook inziet dat het een kwestie van willen is om toch een bestaansrecht te houden. Aan de klachtenwebsite wordt momenteel achter de schermen nog gewerkt. In mei moet hij gelanceerd worden.